Meneer Rutte, voor een premier liggen er vele wegen naar de toekomst open, afhankelijk van uw politieke kleur. Maar voor een premier van alle Nederlanders is één weg onbegaanbaar. De weg van de polarisatie, van de verdeeldheid. En toch koos u die weg. U vergrootte de verschillen tussen arm en rijk. En u zag toe hoe de verschillen tussen groepen mensen werd vergroot. Tussen autochtoon, allochtoon, tussen migrant of hier geboren. U keek, terwijl mensen zich de afgelopen 2 jaar in dit land afvroegen, is dit mijn land nog wel? En een leider zegt tegen die mensen, ja, dit is uw land, dit is ons land. Samen gaan wij aan de toekomst bouwen. Ik had een Turkse straatcoachcollega die zich richtte op Nederland, die hier iets wilde maken, maar zich de afgelopen 2 jaar steeds meer is gaan richten op Turkije, omdat hij daar opeens meer van verwacht. Wat voor land worden wij als de jeugd geen toekomst hier meer ziet? Wat voor land heeft u ervan gemaakt door te zwijgen over een Polen-meldpunt, waardoor een hele bevolkingsgroep zich beledigd voelt? Wij hadden de afgelopen 2 jaar een premier die het liet gebeuren, hoe hele bevolkingsgroepen werden weggezet.